Praag op de halve finales van World Chefs. Een van de grootste organisaties voor ook de maatschappij van België om deel uit te maken. Vandaag verdedigen we de Belgische kleuren met onze kandidaat Sam van Hoeken, die een aantal jaren geleden de ster van de Belgische keuken heeft gewonnen. En gaat proberen vandaag hier ook als winnaar uit de bus te komen, zodat we volgend jaar naar het wereldkampioenschap kunnen in Kuala Lumpur. Heel mooi te creëren om de wedstrijd zo goed mogelijk te volbrengen. En we gaan voor de eerste plaats sowieso. Zelfvertrouwen is er. We hebben een heel mooie voorbereiding gedaan. We weten wat we kunnen en dat komt in orde. De wedstrijd gaat zo dadelijk beginnen. Sam van Hoeken en Marie Maaiens samen met hun coach Jo Nelissen hebben alles gedaan om volledig voorbereid te zijn. En we duimen dus op een goede uitslag. De moed zit er alleszins in en ze zijn rustig. Dus ik hoop dat alles goed zal gaan. We hebben serieuze tegenstanders. Dus één land zal mogen doorgaan uit zes landen. Roemenië, Hongarije, Tsjechië en zo verder zijn onze concurrenten. Dus het zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar we denken dat we zeker een kans maken. En we duimen nu en alles is in handen van Sam en Marie. En we staan nu vlak voordat de wedstrijd begint. Binnen een uur gaan we onze box installeren. Het team is redelijk relaxed, heb ik toch de indruk. Nu is het kwestie van hele goede performance te doen en daarna hopen dat het geluk aan onze zijde staat. One hour to countdown, dus nog een uurtje te gaan voor de wedstrijd. Ik denk dat we er klaar voor zijn, we zijn er goed voorbereid. We hebben Sam daar heel goed in gecoacht gehad. Nu is het een kwestie van ons te kwalificeren. Hè. Eerste keer dat we deelnemen aan de Global Chefs Challenge. En, ik denk dat we een heel goede chef hebben. We hebben een heel goede menu. De competitie is sterk, maar we zijn er wel klaar voor.
second runner-up, third place, Czech Republic. First runner-up, second place goes to Belgium. And in Kuala Lumpur, Enrico represents Central Europe, Hungary!